Zondag 4 juni optredens met veel muziek, kermis, kinderboerderij, straattoneel, openluchtcircus, dienstenveiling en nog veel meer. Wat zit er nou in? Thank you.
Je viel, hè? Je viel. Ja. Hoe kwam dat? Ik had volgens mij een beetje te veel gras. Oei, oei, oei. Wil je later ook iets met motocrossen gaan doen? Denk het niet. Nee? Wat wil je later doen dan? Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee. Je zit nu op de basisschool. Ja. In welke groep? Zes. En als je na groep 8 naar de middelbare school gaat, wat ga je dan doen? Weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Maar vond je het wel leuk hier? Ja. Waar kom je vandaan? Helvoort gewoon. Helvoort? Word je in Helvoort? Waar woon je dan? In Helvoortse straat. Helvoortse straat. Maar was toch wel een leuke ervaring op die brommen? Ja. Okay, volgende keer niet meer door de bocht vliegen, hè? Nee. Nee, want het kan later erger aflopen, hoor. Ja. Veel plezier, hè? Ja. Nee. Maar dan moet je wel zelf een terrein hebben om op te kunnen rijden. Mag in de vuurs alleen. Ja, we zijn nu ingehuurd door de organisatie. Ja, we staan overal in Nederland. Gaan we naar Kees Passant. Zo staat hij in Helvoort bekend, maar het is gewoon Cafetaria, het Passantje. Die gaat een kinderfeestje organiseren. Daar is Kees zelf bij. Er gaat niks gebeuren. Er gaan geen gekke dingen gebeuren. En die gaat een kinderfeestje organiseren voor plus minus 10 personen. Dat zijn kleine mannen. Die kunnen gaan eten. En als je de prijs ziet, dan denk je van ja, dat is 2,5 gulden de man. Dus dan zetten we op een minimum inzet van 25 gulden voor een kinderfeestje bij Kees Passant. Ja, waar? Kijk daar, met de oranje t-shirt. 25 gulden is geboden. Middenin, 30 gulden, iemand meer dan 30 gulden. 35 gulden is geboden, iemand meer dan 35. 35 gulden. Ik zie mensen zwaaien, pas op, want jij zit zo bij Kees Passant in de cafetaria. Dan wordt 40 gulden geboden. Voor een kinderfeestje, dat weet je, hè? 45 gulden. Die gaan naar het EK toe en die gaan bij Kees gaan zijn kinderfeestje vieren. Denk. Zoiets is het, hè? Ja, 45 gulden is geboden voor een kinderfeestje bij Kees. Iemand meer dan 45 gulden. 45 gulden eenmaal, andermaal 50 gulden. 55 gulden achterin, iemand meer dan 55 gulden. Niemand meer dan 55 gulden voor Kees. 60 gulden, 60 gulden voor een kinderfeestje. Mensen laten me in de kou staan. 65 gulden. 65 gulden, hij is verkocht.
Van Atte Koning. 12,5 gulden. 12,5. 15. 17,5. 17,5. 20. 22,5. 25. 30. 30. En een prachtige dikke haas. En een dikke haas. Burgemeester Haas. Kom maar even naar voren. Die komt hier de bloemen mee verkopen. De EHBO komt hier de bloemen mee verkopen. De Harmonie komt hier de bloemen mee verkopen. En Musical Pardoes komt hier de bloemen mee verkopen. Het zijn 300 rozen die u koopt als teken van medeleven voor deze mensen. Een roos voor 5 gulden. Hij blijft vanmiddag op uw tafeltje liggen. U neemt hem mee naar huis. En ik zou zeggen, burgemeester Haas, waar is die met de bloemen? Gaat u gang als eerste en de rest volgt. Loop gewoon tussen het publiek door naar achteren. 1 keer 5 gulden en u steunt die ontmoetingsdag voor allemaal. Oké, daar gaat hij weer. 3 wasbeurten wordt aangeboden door Esso Jo Vermeer. Kunnen we auto binnenrijden, wordt volautomatisch gedaan. We gaan hem inzetten op 25 gulden. Wie biedt er 25 gulden? Ik zag net een hand, die is nou weg. Of die heeft geen auto, 25 gulden helemaal achter in de tent is geboden. Iemand meer dan 25. Rechts hoor ik hier. Dat is links, maar dat geeft niks. Dat is 30 gulden. 30 gulden is geboden. Wie meer dan 30 gulden? Bij de paal zie ik 35 gulden staan. 35 gulden bij de paal. Hij is verkocht. 1000 liter water. En hoe lang doen ze erover? Een kwartier? Nee, ze mogen in totaal 5 minuten overdoen. 5 minuten? Ze moeten van achteruit de zaal opkomen. Met het bassin. Ze brengen dat zwembad hier naartoe? Brengen ze hier naartoe? Ja. Dan gaan ze terug. Ja. Dan moeten ze natuurlijk gaan vullen met water. Vol met water. Dan geven we het sein. Laat de klok maar lopen. Dat moeten gaan beginnen. Brandweer opgelet. Hij staat 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let op daarachter hoor. En start brandweer. Daar komt het zwembad aan. Daar komt het zwembad aan. Mensen, maak plaats, maak plaats. Maak plaats in de zaal. Maak haast. Maak plaats, daar komen ze aan. Daar komt de brandweer aan. Het is echt brandweer aan. Het is echt brand. Hey, let op mensen, er komt een bad. 2000 maak liter. Ruimte, maak erin. Ruimte, maak ruimte. 2000 liter en ze hebben nog 4 minuten 43. Hier komt het badje.
En ze hebben ah, dan een ze zijn goed bezig. Twee emmers water hebben ze al bezig. Daar, op dat podium. Daar ben je op. Twee daar emmers water. Twee emmers water. Het lijkt wel een ja, ja, ja. Daar redden ze niet. Dat dacht ik. 4 minuten 28. Water halen met die emmers. 4 minuten 28. Het zal mij benieuwen. Hé, hey, maar als het tot de rand vol zit, hoe moet dat ook alweer? Nou, als je tot de rand vol zit, hij mag niet overlopen. Nee, hij mag niet overlopen. Nee. Dan komt er nog een verrassing. Dan ja, komt er nog een duiker in. Een duiker? En een duiker met een duikerspak. Ja. Die duikt in de bad. En dan moet hij overlopen. En dan moet hij overlopen. Oké, oké. Dan is het pas geslagen. Er zit al 20 liter water in. 20 liter water. En we hebben nog 4 minuten. Nog? 4 minuten. Klein 4 minuten hebben we nog. Dat wordt niks. Ik heb het gezegd, dat redden ze niet. Daar redden ze niet. Het is maar een klein bladje hoor. Nee, daar redden ze niet. 2000 liter. Oh, nou komt de slang. Niet op de slang gestaan, mensen. De sfeer is goed, de sfeer is goed. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Nou komt de slang. Ze twijfelen nog een beetje. 3 minuten 40. 3 minuten 40. Kom hier een emmer water aan. Nog een emmer water. Ja, ja, het gaat goed. Ja, hupsiegidee. Huppakee. Er zit al 30 liter in. Kunnen we geen bier pakken? 1970. En weer water. Liter water. Weer 10 liter. 1960 liter. Oh jee, er komt hier al een duiker onder. Die komt hier onder het water uit. Oh, nee, toch niet. Nee, toch oh, niet. Hij is weer terug. Nee, dat is niet waar. Hij is weer terug. Hij is weer terug. Dat is niet waar. Er zit helemaal niemand in. Ze hebben extra aanvullingen. Oh ja, extra aanvullingen. Ja, ja. Even de tijd kijken. Ja, let op. Water, jongens. Nog, water, krijgen. Want dat wordt niks. Nog 3 minuten. 3 minuten 5 seconden. 3 minuten en 5 seconden. Ik ben benieuwd, ze krijgen het water nooit. 2000 liter water. Oh, oh, oh. Waar blijven oh. die emmers? Waar blijven die emmers? Als die moeten gaan blussen, wat zal het dan worden? Ik zie geen emmers meer zelfs. Als die moeten gaan blussen. Nee, dit wordt niks. Dit wordt niks. Dit gaat niet, hoor. Oh jee. Oh, weer water. Oh, de slang die komt bol te staan. Ja, de bol. Ik zie je. Ik kan terugstaan. Oh jee. Ik kan terugstaan, hoor. Wegwezen. Ik heb ze zien oefenen. Ik heb ze zien oefenen, nou dan... Oh jee, dit gaat helemaal mis. Loopt hij al? Dit gaat helemaal mis. Hij loopt nog niet hard. Uh-oh. Nee, er komt niks uit. Het is goed dat het geen brand is. Het is goed dat het geen brand is. 2 minuten 20 seconden. 2 minuten en 18 seconden. Oh jee. En nog 2000 liter water. Ja, ja. Nee, jongen. En er moet nog 2000 nog liter water in, jongens. Liter water. Mooi niet. Hij begint te lopen, hij begint te lopen. Dat is niet waar. Er komt water in. Oh, dit is van die emmers, dat is van die emmers. Dat wordt niks. Ik denk dat ze Freak Lerks bij moeten. Kan daar al komen. Missen we. Oh, een duiker. En een duiker, hè? En een duiker. Ja, nog niet. Nee, nog niet. Hij is toch niet nee, vol, nog hè? Niet. Dat mag nog niet. Oh jee. Hij zit op de slang. Niet op de slang. Ja, hij begint. Hij begint water in te komen, niet jongens. Op de slang bij te Eén nemen. Slang staat nog leeg. Oh, dat wordt paniek, dat wordt paniek. Oh, jee, oh, jee, als ze dat mag redden. Ja, nee, Ant van Hattem ooit meegemaakt. Niet op de slang bijten zin is het. Niet op de slang bijten. Jongen, jongen, jongen. Het dit wordt dadelijk. Anderhalve minuut. Ja, ja. Hij komt vol. Ja, er komt nou een beetje water in. Er zit nou 500 nee, maar dan redden ze niet. 1 minuut 20 nog. 1 minuut 20, en jongens, jongens, moet, jongens, kom op. Hij kom, moet kom. Tot de nok toe vol. Tot de nok toe vol, dan redden ze niet. Begin het Wilhelmus maar vast overhaald. Begin het Wilhelmus maar vast. Wat is de mensen halen? Achteruit het Wilhelmus. Nee, dat redden ze niet. Het schiet al op, het schiet al op. Oh nee, dat wordt niks. 1 minuut. Oh nee, dat wordt niks. Ik denk dat ze een drukje op moeten voeren. Jongens, dit is. Ik denk dat ze een druk op moeten voeren. Stop maar, nog 50 seconden. Stop maar hoor, want dat redden nooit. Dat redden jullie nooit. Nee joh, 46 seconden. 45, 42, 41. En we stoppen het water op nul, hè? We stoppen het water op nul, hè? En dan moet er een duiker in, hè? Ja, ja, oké. Okay. Kijken of hij dan overloopt. Nog 30 seconden, 30 seconden, 30. Hij komt vrij goed 30. Vol, hè? Nou, dat moet toch een dikke duiker zijn? Dat moet een dikke duiker. Ik ga er niet in, hoor. Ik ga er niet in. Er moet druk in. 20 seconden. Meer druk erop. 20, 20, 16. 15, 14, hij mag niet overlopen! 13, hij mag niet 12, overlopen! Hij 11, mag niet overlopen! 10, 9, 8, 7, 6, 6 5, oh, niet uit. 4, 3, 3 2, 2, 1, en stop, stop! Stop! En dan gaat de duiker erin! Ja. Hij loopt over! Hij loopt over! Hij loopt over! Mensen, applausje!
2000 liter! 2000 liter! Zit er verrek, daar zitten twee duikers in. Zit er meer in? Daar zitten twee duikers in. Zit er meer in? Kom eens omhoog, jongens. Die jongens zijn helemaal in een rijden. Kom eens omhoog. Ze zwemmen niet met twee in een heel klein badje rond. Jammer dat je niet allemaal kunt zien. Een fles met duiker, als je er een keer twee in hebt, dan hadden we het al gedaan. Ze hebben het... Ze hebben het wel gered. Ja, precies. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van deze dienstenveiling. Ik wil op de eerste plaats u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw spontane bieding op al deze diensten. Dames en heren, ik zal het nu kort houden. De mensen die wachten op Pater Moeskroen en andere dingen die hier gebeurd zijn. Maar ik denk dat u het ook gepast vindt dat ook ik laat merken hoezeer ik onder de indruk ben van het vele en goede dat door het Helvoorts Weekend ook de 23e editie is georganiseerd. Ad van Hattem had ik graag hier gehad, maar die is volgens mij totaal los. En er zijn denk ik meer mensen van de organisatie. Het is denk ik ook goed dat er wat dat betreft een eind aankomt. Maar wat fijn dat ook dit Helvoorts Weekend is versterkt, is uitgebreid met een multicultureel festijn. Maar vooral dank dus aan die organisatie. Heel veel mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Fantastisch, maar ook het publiek. Want zonder het publiek was het niet een mooie feest geworden. En mag ik in de persoon van dan Ad Versteijnen, de secretaris, iedereen van het Helvoorts Weekend compliment maken voor dit fantastische feest. En nu denk ik de bühne aan Pater Moeskroen.
Einde van het 23e halfwoordsweekend. Het is ondertussen traditie geworden dat de ouderen een deel van de opruimwerkzaamheden voor hun rekening nemen. Ik heb schut wel niet, ik heb een schut wel. We hebben allemaal open. Het is 12 uur, het 23e halfwoordsweekend kan beginnen. Veel succes allemaal. De allerjongste. Ja, hallo. 6 weken oud, lief hè. Hado.